Na de presentatie zullen we een 5-tal insprekers hebben. En de aanvraag zoals die er ligt is gedaan door Boer Dekker voor de verre toekomst. Is echt een doorkijk. En hiermee is eigenlijk door Boer Dekker de stikstofruimte voor de toekomst, zoals hij die wenst, gereserveerd. Want ik ben principieel tegen megastallen. Maar we zullen het sociaal-emotioneel niet over hebben. De gemeente Almelo laat een MER-onderzoek doen. En een GGD-advies, wat ik begrepen heb. Is het tijd nog te keren? U kunt als raad een belangrijke stap zetten door geen medewerking te verlenen aan de wijzigingen van het bestemmingsplan. Dit meer moet stoppen. Het moet naar minder dieren en grondgebonden agrarische activiteiten. Dan is er ook geen mestfabriek nodig. Is de door u uitgerekende opbrengst van 1,2 miljoen meer waard dan de leefbaarheid van de gemeente en haar inwoners? De vraag stellen is hem beantwoorden. Het plaatselijk belang Aadorp wil graag meedenken in een invulling van de Noordflank. Ik dank u voor uw aandacht. We staken het bedrijf aan de Westermaatweg, waar tot dan toe altijd nog vleesvarkens gehouden werden. We kopen het voormalige pluimveebedrijf aan de Schout Doddestraat 17, waar voorheen meer dan 25.000 kippen werden gehouden, en kopen het varkensbedrijf aan de Schout Doddestraat 60 terug met de mogelijkheid om daar onze bedrijfsactiviteiten te concentreren. En de deal daarbij was ook dat we een prijs betalen boven de getaxeerde waarde, waar ook uitbreidingsmogelijkheden en het samenvoegen van de bedrijven een mogelijkheid was. En mijn eerste gedachte was, misschien moet ik wel stoppen met het consumeren van vlees. Misschien heeft dat wel tot effect dat dat dan in elk geval wat andere zaken teweeg brengt. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik zover nog niet ben, want waarschijnlijk is mijn vlees te zwak. En als ik dan bijvoorbeeld zie dat vervolgens er een koopovereenkomst wordt gesloten met de provincie Overijssel. En daar staat dan dat de gemeenteraad heeft uitgesproken voor de variant waarbij de gronden verkocht worden aan de provincie voor agrarische herontwikkeling. Ja, dat klopt. Maar waar is dat zinnetje dan niet zijnde intensieve veehouderij of een agropark gebleven in die koopovereenkomst? Want die is weggelaten. Dus met andere woorden, de provincie Overijssel is eigenlijk niet goed op de hoogte van de besluiten die door deze gemeenteraad in het verleden zijn genomen. Op dit moment hebben wij met onze familie een 1200 zeugen met alle bijbehorende biggen en een klein aantal vleesvarkens. En dat is op één locatie? Op dit moment is dat op één locatie, ja. We hebben een andere locatie, die hebben we vorig jaar inmiddels afgestaan aan de gemeente Almelo. Die is leeggedraaid. Nou ja, en we proberen op onze thuislocatie aan de Schout Doddestraat willen we dat weer erbij hebben, zeg maar, en zodoende gestaag groeien.